leuk dat jullie weer meerijden. Wij gaan wandelen. En weten jullie waar? Drie keer raden. Nee, ik ga het gewoon vertellen. We gaan wandelen in de Sierra Espuña. Alweer. Er is een beetje Sahara-zand in de lucht, maar dat mag de pret niet drukken. En wij nemen jullie mee. En we zijn deze keer maar met z'n drietjes. Maar dat wordt ook hartstikke leuk. Dat is knap, hè? Ga ik zo filmen en dan vliegt er iets tegen de vooruit aan. Murphy's Law. Terwijl de rest zich nog even klaarmaakt, laat ik even zien. Dit restaurantje heet Restaurant Bar Los Donceles. En het gebeurt regelmatig dat wij na een wandeling hier een hapje en een drankje doen. Veel parkeerplaats. En het is nu heerlijk rustig. Er staat ook geen zuchtje wind. Dit is het hele park zoals je kunt zien op dit bord. Ik wil nog heel even wat laten zien, want ik doe dus blijkbaar al heel lang het vastpakken van mijn stokken verkeerd. Ik ging altijd, ik heb geen idee hoe ik dat, ik ging bovenlangs. Maar een hele oude comment, wat wij gewoon niet hadden gezien, soms begrijp ik helemaal niks van het YouTube. Je moet dus onderlangs erin en dan zo de stok vastpakken. Nou, weer wat geleerd, maar dat bandje moet dus iets lossen. Dus, okay. Voor de mensen die dat ook niet weten, onderlangs en dan zo vastpakken. Ja, weer wat geleerd. Ik ga het nu zo proberen. Ja. Oké. Okay. Dan gaan we het begin van de wandeling zoeken. Ja. Nee, staan. Hier. En hoe gaan we dan hier naartoe? Via deze kant? Dit is die kant zo. Dus dat is die weg waar we normaal ook vaak omhoog zijn. Ja, gaan. Ja, ja. Krijg je hier die groene afdaling, afschalen, korte bochtje, weet je wel. Ja. Dan lopen we gewoon zo door. Ja. Dan komen we hier op die pas, vlak bij de Mirador, maar alleen we gaan linksaf. Ja. En dan gaan we hier linksaf. En dan gaan we linksaf en dan gaan we, nemen we waarschijnlijk een pad dat zo loopt. Oké. Okay. En dan komen we hieruit. Ja. Een klein stukje. Dan lopen we van de kaart af. En dan komen we hieruit. Dan lopen we van de kaart af en dan komen we zo terug. Ja. Naar hier weer. Ja. Een uitdaging. Het is een gemarkeerde route, zegt Stef, maar ja. Of we de markeringen gaaan vinden. We hebben niet vlog, de GPX-trek. Dus standaard procedure zal ik maar zeggen. Ja. Zullen we gaan? Ja. Die kant op. Ja, neem maar over. Zojuist op een splitsing zijn we rechtsaf gegaan en we volgen nu dus wit met geel in plaats van groen erbij. Het groene streepje ging linksaf en wij gingen rechtsaf. Het is wel weer een typisch Sierra Espuña pad. Als je een beetje ter been bent, kijk, dan lukt het. Verwacht niet dat je op gebaande wegen loopt. Maar een beetje goed ter been, joh, dan lukt het wel. En dan krijg je deze beloning. Hè. Nou mensen, ik moet even iets vertellen. Gisteren kwam op onze camping kwam DW van DW Vlogt. Kennen jullie die trouwens? Zo niet, eventjes kijken. Hartstikke leuke vlogs. Maar goed, anyway, DW kwam dus. En dat hebben we gevierd in de voortent
bij Stef en Jannie. Ons zondagse ritueel van Route 66 was niet mogelijk. Route 66, oeps. Hier goed uitkijken bij het lopen. Route 66 is een paar weken dicht vanwege een verbouwing. Dus hebben we Route 67 gedaan bij Stef en Jannie. Bitterballen, kroketten, frikandellen, frietjes. En omdat DW erbij was, hebben we meteen even gevierd dat hij erbij was, dat hij terug was weer. Voor eventjes. En dat vieren, dat voelen wij nu in onze benen. Dat maakt deze wandeling toch een beetje pittiger. Daar gaan we de volgende keer wat beter over nadenken. Het is natuurlijk niet minder mooi, hè? Het is hartstikke mooi hier. Lekker stil. We hebben nog geen mens gezien. En we hebben ook nog geen moeflons gezien. Nou ja, dat gaat nog wel komen. We klimmen verder. Wish me luck. Nou, tot hier was het allemaal bekend. Dat pad zijn we nog nooit in geweest. Dit pad zijn we enkele wandelingen geleden in geweest. En nu pakken we dit pad. Er staat er trouwens een bochtje. Sendero del Purgatorio PR MU62.1. Dus, dat is dit paadje. Niet vergissen mensen, niet daarin gaan. Zie je dat wit-gele kruis? Dan ga je van de route af. Dus dit pad moeten we in. En ik moet met versnelde pas Stef en Brigitte gaan inhalen. Maar het gaat een beetje naar beneden nu. Dus dat is al fijn. Kijk, en als je dan naar boven kijkt, dan zie je daar de prachtige, machtige Espuña. Nou, beste mensen, we hebben weer een mysterie gevonden. Kijk, als je deze blaadjes ziet, dan zou je toch zeggen, ja, eikenboom. Die barst misschien ook wel, maar kijk, dan volg je de hoofdtak deze kant op. En dan zie je dit soort vruchtjes. Dat vind ik heel apart en dat vinden wij. Samen met mijn ega hebben we daar toch wel een vraag over. Ja, ik denk dat het de dakloze eik is. We hebben de steeneik hier gezien en de dakloze eik. En kijk maar naar boven, dakloos is die. Dus dan hangen er dakloze eikels aan? Ja. Zoiets. Brigitte heeft een nieuwe plantensoort ontdekt. Ja. De dakloze eikel. Ja. Of de dakloze eik. Klinkt wat leuker als eikel. Ja, maar wat hangt er dan aan? Want ik mis jouw dakje ook, dus ja. Oh. En we gaan nu verder wandelen. Ik ga nu wat sneller lopen, zodat Brigitte achter blijft. Heb jij de route? Nee, hè? Dus het is goed, zeg. Horen jullie dat? Nee. We zijn zojuist afgeweken van de route. De geel-wit gemarkeerde route brengt ons een lange tijd door het bos. Maar omdat het toch wat frisser is, want er lijkt Sahara zand in de lucht te hangen, waardoor de kracht van de zon wat minder is. Dus kwam Stef met het idee, als we nou eens rechtdoor lopen, dan lopen we nog een klein stukje door dit bos. En dan komen we aan de andere kant van dit dal. En daar zou het nog wat zonniger moeten zijn. Dus dan kunnen we lekker een t-shirtje blijven lopen. Dus mensen, als jullie de wandeling willen gaan lopen, nogmaals dan de gemarkeerde route. Die houd je in het bos. En als je dan de GPX-trek gaat volgen, dan kom je in wat opener terrein zo. Met wat meer kans op zon. En ik denk dat allebei de treks erg mooi zullen zijn. Want kijk, als je, daarom kijk ik zo vaak naar links. Die prachtige bergtoppen vinden ze zo schitterend. Maar goed, het blijft een relatief goed begaanbaar pad. Het is, ik zou niet zeggen, het is ook geschikt voor beginners, want er zitten wat
wat pittigere stukjes bij, maar het blijft goed te doen. Ik heb net een heel klein filmpje opgenomen. Dat is dus een short. Die wil ik eigenlijk uploaden. Moet ik eerst nog even aan mijn hubby laten zien. Maar daarin is de vraag. Op dit moment zijn er in de regio Matseron wel 5 vloggers. En dan mogen jullie raden wie. Laat maar weten. Nou, kijk, en inderdaad, aan de andere kant daar. Daar heb je het grote boze dierenbos. Waar de originele route doorheen loopt. En wij hier nu helemaal in het zonnetje. Ja. En we lopen aan de zonnige kant. Geweldig. En dit is iets wat we nog nooit hebben meegemaakt. We krijgen een tegenlegger in de Sierra Espuña. Dat zie je niet vaak. Nee, ik weet niet of dit op het beeld erbij gaat komen. Of je het kunt zien. Het is een heel apart gezicht. Het is een soort heel groot broccoliveld. De bomen staan niet helemaal tegen elkaar. Er is ruimte tussen de bomen. Een mooi uitzichtje. En daar hadden we anders gewandeld. Een beetje in de schaduw. Terwijl nu die vriendelijke ploert daar onze weg verlicht. En over een geweldig makkelijk pad, mensen. Dit is super lekker relaxed lopen. Heerlijk. In het zonnetje. Makkelijk lopen. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Kijk wat je hier ziet, wat we in de Rietvallei al weken geleden hebben gezien, is het opengaan van de peulen van de oleander. Komen de zaden vrij en die wachten dan op stevige wind of beestjes of mensen die langskomen voor de verspreiding van het zaad. Mooi. Nou, je ziet dus dat het hier, kijk daarboven is het ook, ik weet niet of dat te zien is. Maar het is hier beduidend later dan in de Rietvallei. Dus ik denk, omdat dit een vrij smalle vallei is, dat het komt dat het hier langer koeler is gebleven. Kijk, en hier dit paadje hierboven zie je dat die geel-witte markering daar tussen die struikjes, nu in het midden van het beeld. Dit is dus de route die door het bos loopt. Die komt weer nu terug bij dit pad. En we zitten dus nu weer op de officiële route. En dat kun je zien, dat kun je hier zien. En de wit-gele indicaties. Nu loopt er waar wij liepen ook een wit-gele indicatie. Dat was de route van de, de Perrine, geloof ik. Dat is dus een bergtop die hier helemaal achter ligt. Daar kun je dan ook omheen lopen. En jammer genoeg hebben ze dezelfde kleurencombinatie gegeven, maar het is wat het is. Kijk nou joh, je draait hier om en dan zie je nog net de Espuña. En als je dan ronddraait, dan zie je hier een prachtige rotsformatie. En vreemd genoeg zie je dan hier te koop. Maar wat? Ja, daar is een parkeerplaatsje denk ik, of een pad. Nou ja. Kijk, daar komt onze verloren heldin aangesprint. Kleine plaspauze geweest. En we gaan weer verder. Kijk, en plots loop je dan in een van een landbouwgebied. Midden in de Espuña. Nog steeds over een perfect pad. Er staat hier zelfs een huis. Er staan verspreid nog wat meer huizen. Jo, benieuwd wat de dichtstbijzijnde supermarkt is. Nou ja, zo moeten wij altijd denken. Hè? Deze mensen zoeken gewoon de plek om te wonen waar ze zich goed voelen. Kijk, daar hebben we er nog meer. Oeh, sorry voor de wind, mensen.
waar ze zich goed voelen en waarschijnlijk ook waar ze hun voedsel vandaan halen. Want ze verbouwen van alles zelf. Kijk, deze mensen die hier wonen bijvoorbeeld, die hebben olijven. Daar staan amandel- en fruitbomen. Ik zag net ook al een weidje waar wat sla wordt verbouwd. Ja, het leven van het land kan hier gemakkelijk. Kijk, er staan vrij veel bomen in bloei. Dat is altijd zo'n mooi gezicht. Maar daar gaan we binnenkort ook nog eens een apart gebiedje voor bezoeken. Want het komt nu steeds meer. Later dan vorig jaar, moet ik zeggen, door de temperaturen. Maar dat gaan we ook nog bekijken. En kijk eens wat een pareltjes je hier kunt vinden. Wat een prachtig huis. En dat in deze omgeving. Nou, we verlaten de verharde weg en we gaan volgens Stef een kuitenbijtertje doen. Zo ziet het er wel een beetje uit. Dus, maar wel fijn. Het is hartstikke leuk om te zien, die beetje bewoonde wereld, gecultiveerd en zo. Maar toch de natuur ingaan. Blijft het mooiste als je van hiken houdt. Maar dit is een stevig klimmetje, dus daar ga ik me even op concentreren. Hier volgen we al een hele tijd een oud waterkanaaltje. Misschien omdat het tegenwoordig allemaal in van die hele dikke plastic buizen gaat, hebben wij het vermoeden dat hier zo'n plastic buis in is gelegd en het kanaaltje is dichtgegooid. En dan krijg je dus een smal wandelpaadje hier, dwars door de bossen. Dat maakt het natuurlijk erg afwisselend. Dus je moet wel blijven oppassen. Maar elke keer heb je weer andere uitzichten. Zo klim je een berg op wat waar gewoon helemaal geen pad is. En dan loop je weer op zoiets. Maar wij hebben dat graag hoor, die afwisseling. Ik ga even opletten waar ik loop. En dat waterkanaal wordt dan op deze manier door een rambla geleid. Kun je overheen lopen. En dan kom je bij zo'n tekentje. Waarbij dat tekentje zegt, hier links. Dus we gaan hier links. Waar kijken we naar? Daar zie je wat het is. Ah, oké. Okay. Ja. Voor degenen onder ons die vloeibaar Spaans spreken. Nee, proost. Proost. Ja, op weer een mooie. Ja. Dan gaan we koffie proosten. Ja. Proost.
Proost. En ook even proost de mensen thuis. Hè? Ja. Oh. Dus ja. En we zijn getuigen. Bedankt weer voor het kijken en tot de volgende mensen. Ja, we moeten nog eventjes vertellen. Hij was 14 kilometer. 14 kilometer. Te vroeg. En 420 hoogtemeters. 420 hoogtemeters. Dus we hebben iets langer gelopen dan het rondje wat op de bocht stond. Mm. Maar ja. Perfect. Dus nu dan wel. Bedankt weer voor het kijken. En tot de volgende. Dat moeten we gewoon niet meer doen. Dag mensen. Hè? Doei. Doei. Volgens mij is het ook te ver weg. Denk ik. Weet ik niet. Het zal maar uitgezet hebben. Ja, doe maar.